Thijs, je moet me na afloop van deze Milaan-San Remo toch even één ding uitleggen. Want jij was degene die zei, er zijn 71 manieren waarop Van der Poel kan winnen. En het gebeurt niet. Nee, nee. Waar het volgens mij voor hem fout gaat, is hij zit te ver van achteren onderaan de Poggio. Hij moet eigenlijk op het allerstijlste stuk waar Alaphilippe en Van Aert gaan, moet hij een gat dichtrijden. Ja, wat gewoon verspilde energie is. En ik had ook niet het idee dat hij echt super was. Weet je, en als hij echt goed was geweest, was hij er overheen geklapt, had hij daarna nog hier aangevallen of in de finale nog iets gedaan. Je zag het ook een beetje aan zijn sprint. Hij zet hem in en het is niet de sprint die iedereen omver kegelt. Hij rijdt Van Aert voorbij en vervolgens komt Van Aert hem weer voorbij. Dus ik denk dat Van der Poel niet helemaal fris was. Wie weet door die ene inspanning van vorige week, dat zou je nooit weten natuurlijk. Of gewoon een iets mindere dag. Dat hij gewoon te ver van achter zat op de Poggio. En je ziet dat dat toch wel ontzettend belangrijk is. En waar ligt dat dan aan? Ja, dat is, positionering is iets wat heel lastig is. Soms kies je een kant, weet je, soms wil je rechts of soms wil je links. En denk je, nou, weet je, dit is de kant waar ik moet zitten. Maar dat is iets wat hij niet altijd even goed beheerst. De klimming op de Poggio had, denk ik, hadden weinigen gedacht dat hij zo zou gaan. Dat er bovenaan 11 man bij elkaar zitten. Weet je, dat had Alaphilippe niet gedacht, dat had Van Aert ook niet gedacht. Ik had zelf wel heel erg het idee dat Van Aert zat te wachten op Van der Poel. Dat hij Van der Poel sloot aan, dat ze eigenlijk wachten, oké, wanneer komt de knal? Wanneer komt de knal? Wanneer komt de knal? Oh, wacht, dan ga ik zelf maar, we zijn boven. Ja. Dat snap je? Ja, er kwam geen knal. Er kwam geen knal. Ja. Dus ja, dat zag je ook heel erg van tevoren. Er waren heel veel renners die alleen maar bezig waren met Van der Poel. Meer dan met Van Aert en met Alaphilippe. En Van Aert en Alaphilippe zeiden dat ook. We moeten wel kunnen volgen, denken we. Alleen ja, je ziet dat hij niet, omdat hij daar niet zit, gaat Alaphilippe maar. En dan sluit hij aan en dan zitten ze eigenlijk te wachten op iets wat niet komt. En in één keer zijn ze boven en dan zijn ze boven beneden met 11. En doet Stuyven het. Ja, tactisch gezien heerlijk, weet je wel. Dat ja, je... Hij gaat op een gouden moment. Ja, maar dat is, weet je wel, dan zeg je... Een beetje te vroeg, vond ik. Dat was ook zo. Als Krak Andersen niet aansluit, is die lul, hè? Dan sterft hij, dan sterft zijn aanval in schoonheid waarschijnlijk. Maar wat hij doet is, en wat heel veel renners moeilijk vinden, en wat heel logisch is dat het moeilijk is, is loodjes kopen om te winnen. Kijk naar Van Avermaet, naar Mohoric, naar Cobrelli, weet ik wat. Ze denken allemaal, ja wacht, ik ben moe, ik ben moe, ik ben kapot. En ik ga zo meteen nog sprinten en als ik nu ga, dan word ik laatste van het groepje. Maar je moet andersom denken. Je moet denken, als ik nu ga, dan is mijn enige kans om te winnen. En Stuyven kan hier gewoon sprinten. Kan gewoon derde of vierde vijfde worden in de sprint, hè? Als het uitkomt. Ja, en in plaats daarvan denkt hij, jammer, ik ga om te winnen. En dat is wel heel mooi dat dat beloond wordt. En zo werd het de dag van Milaan San Remo, van de grote verliezers en de outsider die wint. Weer eentje van Trek, hè, die ervan profiteert. Je doelt op de overwinningen van Pedersen. Ja, ja. Dat is toch grappig. Op het moment dat is de grote jongens zeg maar net het niet doen of net een fout maken of net laten liggen. Pedersen won in Gent-Wevelgem, in Kuurne en nu is het Stuyven. Die jongens zitten, die kunnen heel goed counterwielrennen spelen.